dit is hem. Met gemashed avocado. Ik drink heel veel Cola Light op dit moment. Mac and cheese, mac and cheese, mac and cheese. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Claire en vandaag doe ik een wat eet ik in een dag video. Oftewel een what I eat in a day. En de reden daarvoor is omdat het op een of andere manier vinden jullie toch altijd interessant wat ik hier allemaal eet. Ja, want ja, ik woon toch in het land der calorieën. En ik ben de hele dag omringd door allerlei lekkere dingen. Dus hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik dat weerstaan? Nou, daar gaan we vandaag even naar kijken. Alsof we samen een kastje in elkaar gaan zetten. Nou, daar gaan we even naar kijken. Samen. Leuk. Kijken we straks even naar. Geef deze video alvast even een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. En laten we snel beginnen. Want ik heb honger. Het is nu precies 9 uur 's ochtends. En het is vandaag een werkdag voor mij. Ik ga zo naar mijn werk toe lopen. Ik moet een beetje opschieten. Dus ik laat even snel zien wat ik nu in elkaar ga flansen. Het eerste wat ik altijd doe als ik 's ochtends wakker word. Is een heel flesje water leeg drinken. Ik ontbijt echt elke dag. Ik kan niet de deur uit. 'S ochtends zonder te ontbijten. Dit zijn de ingrediënten die ik daar meestal voor gebruik. Havermout, lijnzaad, kaneel, 1 banaan, bramen of bessen. En als ik die niet heb, dan laat ik dit weg. Peanut butter, amandelmelk ongezoet, vanille en rozijnen. Stap 1, havermout. De banaan erbij. Ik doe meestal 1 lepel van dat gemalen lijnzaad. Heel veel kaneel, hoe meer, beter. De rozijnen. Amandelmelk. Met z'n flats. Ja, het gaat er steeds lekkerder uitzien hoor. Bramen. Because I love bramen. En dan het beste van alles. Peanut butter. En dan is dit mijn ontbijt. En ja, het is best waterig met die amandelmelk. Maar dat geeft niet. Dat vind ik niet erg, want ik vind amandelmelk lekker. Dat is het. Hier start ik mijn dag mee. Het is 2 uur geweest inmiddels. Ik heb al een paar uurtjes gewerkt. En het is vrij laat voor de lunch. Normaliter eten we wat vroeger. Maar ik had nog een belmeeting. En dat liep wat uit. Dus we gaan nu even lunch halen. We met Soppie. Het is lekker bright. Ga ze erop. Pak ze die boefjes. We gaan naar Zucker's voor avocado toast. Want ja, dat is een van mijn lievelings. Tijdens de lunch eet ik heel vaak. Sowieso eet ik veel avocado. Gewoon omdat ik het het mooiste product ter wereld vind. Soms eet ik ook een wrap tussen de middag. Ook met avocado. En met falafel en zo. Wat is er aan de hand, joh? Sweet green salade. En wat eet ik nog meer wel eens tussen de middag? Als we aan het werk zijn. Acai-bol. Oh ja, een acai-bol als het warm is. Een acai-bol. Oké, we zijn bij Zucker's. En hier hebben ze allemaal lekkere dingetjes. Ze hebben dus ook truffle cream cheese. Maar ja, het is dan wel cream cheese met een broodje, weet je. De verhoudingen kloppen vaak niet helemaal. Sowieso goed om te weten dat als je hier ergens een bagel met cream cheese haalt. Niet alleen bij dit zaakje, maar gewoon anywhere in the city. Vraag even of dat ze rustig aan doen met de cream cheese. Want je vreet gewoon een heel bakje Philadelphia weg. Als je het niet vraagt. Zegt. Ja, eerlijk. Nou, dit is die hoor. De avocado toast. En dan vragen ze ook, you want it toasted? Dit is hem. Met gemashed avocado, tomaatjes en een soort van geroosterde kruidenmix die ze daar ook kopen. En de lekkerste appelsap ter wereld. Proost. Heet smakelijk. Even de Cola Light voorraad weer aanvullen. We zijn weer op kantoor. Het is het eerste blikje cola van vandaag. Ik drink heel veel Cola Light op dit moment. Te veel. En dat is bijzonder, want nou, tot ongeveer een jaar geleden dronk ik überhaupt nooit koolzuurhoudende drankjes. En nu is dit echt een soort van verslaving. Ik kan het ook niet goed praten. Nee, maar het is zo lekker. Er gaat heel wat Cola Light doorheen op een dag. Voorheen dronk ik alleen maar water en thee. En nu is dat water, thee, appelsap en Cola Light. En Snapple. Dat is ook lekker. A few seconds later. Even hè. Weten jullie nog zo'n 5 minuten geleden dat het echt stralend mooi weer was buiten? Welkom in New York. Mega donkere lucht. Regen, regen, regen. Een raar lamp blijft het toch. Ah jongens, dit is gewoon een douche. Dit is niet normaal. Oh, het onweert nu ook. Het is 6 uur geweest en ik heb zwaar honger nu. Nee, honger mag je niet zeggen, hè? Mag je niet zeggen. Honger hebben ze in arme landjes. Trek hebben we. Maar wel ernstige trek. Vandaag nog een beetje gesnackt met deze dingen. Gluten-free crispy sea salt baked crackers. Eat well.
be free. Het is zo'n ultieme Amerikaanse quote die je op producten zet. Dat ik denk, ja, dat hoef ik er niet op een levensmiddel te zetten. Nou, normaliter zou ik nu naar huis gaan om thuis te gaan eten. Daar hebben we grote kantine en daar is elke dag weer ander eten. Maar Sophie en ik hebben net bedacht dat het misschien wel even een fijn idee is om even langs de Dig-In te gaan. En die zit hier in de buurt. En dan kan je zelf zo'n bol samenstellen. Een bakje met van alles. Ja, ik hou daar gewoon van. Het samenstellen van bols. Dat is een fantastische uitvinding. Doen ze dat in Nederland ook? Want het is wel echt iets wat ik hier heb leren kennen. Maar als je lekkere plekjes in Nederland weet, waar ze dat ook doen, waar je een bol kan samenstellen, let me know. Naar mijn idee is dat echt een ding hier en nog niet zo in Nederland. Maar misschien heb ik het verkeerd. Daar zit hij hoor, daar zit hij, daar zit hij. Oh, food. Gimme food. Nou, dan gaan we samenstellen hoor. Niet? Yummy, yummy, yummy. De what I vreet in the day gaat verder met het volgende. Wat heb ik er eigenlijk ook allemaal weer in gedaan? Salade, bloemkool, tofu, spicy, heel spicy, heel spicy. Groente, beetje mac and cheese, because if there's mac and cheese, that's the option. En ja, deze volgens mij wel. Mmm, yummy. Deze man loopt al ongeveer, nou, ik denk al serieus, 3 kwartier hier met zijn hond rond. Hij is er helemaal verliefd op. Fifi, we vinden het echt een Fifi. Fifi, doe maar poepje. Doe maar poepje, Fifi. In de lobby van het Empire Hotel. We gaan even een drankje doen bij oma Chuck op het dakterras. Om het bijna weekend in te luiden. Thank you. Jongens. Empire Rooftop. Had ze plaats. Ze hebben dus op de menukaart hier ook een Gossip Girl cocktail. Deze meid heeft even de fles leeg gemaakt. Ik heb al een slokje uitgenomen, maar kijk even, dit is niet normaal joh. Nou, proost hoor! Even, hè? Wij staan daar aan die bar en ik heb het over die cocktail. En dat meisje zegt, oh kijken jullie Gossip Girl? Ik zei, ja, wel gekeken ja. Zegt ze, weet je wie hier was? Blair was hier, Liedmeister was hier afgelopen week. Ja, toen waren wij er niet. Zou je net zien, hè? Dit is niet normaal, joh! Ik ben onderweg naar huis. Hello. Waarom nou? Take 2. Ik ben onderweg naar huis. Sophie is nog even ergens anders heen. Tja, dat eten op een dag. Weet je, dat wisselt gewoon echt elke dag. Er is hier zoveel eten, jongens. Alleen Manhattan, dus alleen dit eilandje, telt al 24.000 eetgelegenheden. 24.000. 24.000. En terwijl ik het erover heb, loop ik langs een diner. Overal is eten. Het is echt een serieuze business. 2 jaar geleden, toen ik hier kwam, lette ik totaal niet op wat ik had. Sterker nog, toen stond ik mezelf toe dat ik elke dag iets ongezonds mocht eten. Of dat nou een donut was, of een portie cheese fries of een stukje pizza, zoiets. Nou, dat heeft er toen in geresulteerd dat ik 7 kilo aankwam in 5 maanden. Ik heb me toen voorgenomen dat dat deze keer niet zou gebeuren. Dat gaat gewoon niet. Weet je, als je hier 1,5 jaar bent, dan kan je niet elke dag alleen maar troep eten, want dan kan je nog zo hard sparten, maar dan tikt dat wel flink aan. En zoals vandaag had ik een vrij gezonde dag. En natuurlijk eet ik ook echt wel Shake Shack en artichoke, want als je me een beetje kent, dan weet je hoe een fan dat ik van dat soort tenten ben. Rempje! Ook al woon ik in Amerika, als jij dit vanuit Nederland kijkt, je eet in Nederland ook niet elke dag patat met een kipkorn en een kaasvlee, toch? Het fijne aan New York is dat je hier werkelijk waar alles kunt eten. Alle soorten keukens kun je hier vinden en al het eten is over het algemeen ook heel goed. Dus er is altijd heel veel keuze. Laat ik daar nou net niet zo goed mee zijn. Keuzestress. Gelukkig is New York, zeker voor Amerikaanse principes, een hele gezonde stad. Zou je misschien niet zeggen, omdat er heel veel fastfood hier is, maar tegelijkertijd
tegelijkertijd loopt deze stad wel voor op de rest van Amerika, samen met LA overigens. Mensen zijn zich hier heel erg bewust van hun gezondheid. Het zijn ook allemaal anti-rokers, mensen die veel bewegen. Dus gelukkig zijn er ook een hele hoop gezonde opties. Ik ben thuis en ik heb zin in een snackski. Ja, gewoon een beetje zo'n late night healthy snack. Daar is die weer hoor, het rode bakje. En nu zit daarin Sekla the Fly met frambozen en weer met gemalen lijnzaadjes. Dezelfde als van vanochtend. Die chocoladevla, dat is coconut milk yogurt alternative. Dit is dus vegan. Ik sta half naakt. Joejoe. Het beste wat je kan doen als je thuis komt. Broek uit. Broek uit, BH uit, knot op, hoofd en niks meer. Ik krijg nog steeds vaak de vraag van, ja maar je was toch vegan? Nee, ik wil mezelf absoluut geen vegan noemen. Ik zou zeggen dat ik 80% van de tijd plantaardig eet en 20% vegetarisch. Mac and cheese, mac and cheese, mac and cheese. Alright, ik ga dit even opeten en dan zo lekker douchen en slapen. Laat me nog even weten onder deze video wat jij elke dag eet. Er is vast wel iets wat jij elke dag eet, zoals ik dus 's ochtends havermout eet en dan nu dus met amandelmelk, omdat het weer nu warmer wordt. In de winter eet ik bijvoorbeeld altijd havermout, maar dan met gekookt water. Dus havermout is wel de stabiele factor in mijn leven. Laat me weten wat jij elke dag eet. En geef deze video nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag bij de volgende. Nu lekker fretten. Fretten. Ja, lekker hoor. Ah, leuk. Dit grapje heeft nog nooit iemand gemaakt. Hij is lekker hoor. Is echt lekker. Trusten.